Is dat al wel? Ja, dat kun je wel. Oké. Zo. Handeltje zakken. Goedenavond, dames en heren. Voor de ITP-3D-Bank heb ik als onderwerp gekozen technisch ontwerp ICT-infrastructuur voor het psychiatrisch centrum Suriname. En voor is ik verder ga, wil ik dus een keer kennis maken. Ik ben Asmaat Henry en ben werkzaam op de afdeling automatiseren van het psychiatrisch centrum Suriname. Ik wil even de afdeling automatiseren even belichten. Hetgeen wat aanlangs ik daar kan spelen. Nou, de afdeling. Dat is momenteel 3 personeelsleden. En wij zijn dan verantwoordelijk aan de algemeen directeur. En deze afdeling is vrij jong. We zijn begonnen met 0 PC. En nu is hij wat groeiende met zo'n 150 PC. En natuurlijk ook printers en scanners. Nou, aanleiding voor deze onderzoek. Nou, de uitdaging voor PCS in het jaar 2015 is heel uitdagend, als ik het zo mag zeggen. Wat wij dus willen beoogen met dit onderzoek, is we willen dus een aantal projecten realiseren voor dit jaar. Virtualisatie, waarbij dus een fysieke observatie met meerdere operating systemen. De implementatie van een curriculum systeem. Om het personeel eens even te kijken hoe allemaal aanwezig is en wie allemaal laat komen. Cliëntenregistratie, sorry, dat moet ook. Dus ook een HRM management programma. Dat moet ook worden geïmplementeerd. Het financieel pakket. We hebben nog steeds een bepaalde systeem. Dus daar moet aan 14 of de nieuwe. En daarnaast hebben we een helpdesk pakket nodig voor registratie van alle PC's. En problemen die zich daarmee voor in afgeving kunnen gaan door management. En nou, probleem stellen van de afdeling te maken. Waar dat was ook. We hebben ook een kantoor. Vernieuwen van dit systeem. Nou, ik wil aanvullen dat het technisch afgespeeld systeem is. Het is vanaf 2000 aangeschaft en de behoefte bestaat om te vernieuwen. Nou, voor alle de software, we werken nog steeds met Windows Server 2000, Server Family en nog steeds ook met 2000 Windows. Nou, bij deze is dan voor de hackers makkelijk om in te brengen het systeem. Dat we geen straks geen update meer is voor deze twee server systems of software. Nou, ik heb toen een probleem dat ik aan de hoofdvraag gesteld. Welke toegevoegde waarde zou het vernieuwen van de infrastructuur voor PCS bij een succesvolle integratie van virtualisatie? Nou, de derde vraag: wat is virtualisatie? Hoe ziet de huidige infrastructuur van PCS eruit? Welke zijn de inzichten van het management team van PCS? Aangaande het vernieuwen van de ICT-infrastructuur met de betrekking tot virtualisatie van de server. En welke zijn de toepassingsmogelijkheden voor PCS om virtualisatie te doen? Nou, dit is wat wij bedoelen met virtualisatie. Dit is geen virtuele virtualisatie en dat is waar. Dus waarbij de fysieke server meerdere operating systemen kan je installeren waarbij de hardware zo de verschillende server gebruikt kunnen worden. Nou, dit is het huidige systeem met de afdeling. Hier hebben we nog steeds 32 bit machines. Dit is fysiek allemaal.
Nou, dit is een technisch ontwerp dat gedaan is. En dat is ook de mening van het management team. En dit is dat we zijn dan visueel server. En dan gebruikt worden als VMware LAN. Dan gebruikt worden webstation en dan komen we naar de controller en switches en dit. En dan kunnen we hier de client. We hear about that wireless access point of the unveiling of this unveiling the family of our server link. It's about that wireless access point. It's well available. Now, this is the situation. Virtualization of AV. Virtualization of AV. Sorry. En wat bij de straks bij die WhatsApp en wat dan de telewerkers die kunnen unlocken in access data zodat ze files kunnen direct out of the complex in order. En dat gebeurt wat via video Twitter en via internet en dat komt zo dat weer. Dat is bij de nieuwe WhatsApp. En dit is hoe het IT directory domain controller van deze arrangement ziet. Alles op deze apart. Zodat het makkelijk is bij de overgang. En dat meaning in zowel in 2008 en 2012 server. Nou, top is het. Technisch als een afgeschreven systeem voor al deze software. Want we die optimaal benut en efficiëntie weer voor wat server moet hebben is natuurlijk zo efficiënt. Nou, aanbevelen geheel vervangen van de server platform, maar dit moet gedaan worden op ons web en direct diagram is aangegeven door het management team en door de heer van de afdeling optimaliseren. Het aanschaf van nieuwe software. Ik denk aan Server 2003 of Server 2012 met computers. We gaan eerst testfase doen en dan gaan we dat implementeren. Migratie, sowieso moet je dat meenemen. En natuurlijk, de deskundigen dat buiten vragen hoe dat ze dat zo mooi hebben geïmplementeerd. Energie gebruik, minder kosten voor het bedrijf. Om virtualisatie toe te passen. Zo, dit was het. En oké, dankjewel.